Kirak 12, 100% integrity. We zijn een heel leuk boek aan het lezen van Bert Kreuk, Art Flipper. Dat gaat over een heleboel dingen, maar hij legt er onder andere in uit wat hij vindt dat goede conceptuele kunst is. En daar beginnen we eigenlijk mee. Wat verstaat Bert Kreuk onder goede conceptuele kunst? Het gaat erom dat er een soort relatie is tussen het materiaal waar een kunstenaar mee werkt en zijn concept. En daarmee wordt de integriteit van het kunstwerk bepaald en dus ook de kwaliteit. Dus bijvoorbeeld Sterling Ruby doet dit met graffiti. Ik heb van hem een werk uit zijn spray paint series gemaakt met spuitbussenverf. Met het medium van de straat probeert hij de taal van de straten uit zijn woonplaats Los Angeles over te brengen. Hij brengt die taal middels de spuitbussen in zijn studio op het doek. Zijn doeken worden vervolgens door verzamelaars over de gehele wereld gekocht. En daarmee wordt de LA street taal universeel, die gravity taal. Het gebruik van spuitbussen versterkt het concept omdat het daarover gaat. Dat is precies de gelaagdheid die ik in kunst zoek. Clara Liden heeft het over de communicatie die op ons afkomt door de posters die ons vertellen hoe we moeten leven. Zij plakt heel veel posters op elkaar als een soort van papier-mâché... en eindigt met een poster die ze vervolgens wit schildert. Daarmee geeft ze aan even geen communicatie. Maar denk vooral aan jezelf. Ook Mark Bradford doet zoiets. De kunst van Mark Bradford gaat over de taal van de straat. Hij haalt posters weg van billboards en verwerkt ze in zijn composities. Vervolgens schuurt hij letterlijk over de posters tot het één geheel wordt. Het is alsof hij met dat schuren de beschaving wil bijschuren. Op zoek naar betekenis en een nieuwe invulling van die beschaving. Dus er zit altijd voor hem een soort moraaltje in het verhaal. De kunstenaar die als het ware een soort verhaal wil vertellen over dat je niet altijd naar reclame moet luisteren. Uh, dat is één ding. Maar het andere is dat idee dat de Stelling Ruby, dus die gravity taal, universeel maakt door het aan verzamelaars te. Verkopen over de hele wereld. Dus zodra je iets hebt of iets koopt, wordt het universeel. Oh ja, maar op een gegeven moment komt er dan een kunstenaar op zijn pad. Die heeft ook zo'n verhaaltje. Die is met een boot helemaal uh, gevlucht uit Azië en uiteindelijk in Scandinavië terechtgekomen. En die maakt dingen van kartonnen dozen die hij dan bladgoud schildert. En dat gaat er dan over dat je van een kartonnen doos ook eigenlijk iets moois kan maken en dat het uiteindelijk dat laagje goud maar flinterdun is. Hij vindt dat zo mooi, die bladgehouden dingen, dat hij die kunstenaar vraagt om een ruimtevullende installatie met die dingen te maken van 3,5 ton in het gemeentemuseum. Zodat hij het aan iedereen kan laten zien over de hele wereld. En die kunstenaar belooft hem ook echt wel om dat te doen. Maar uiteindelijk krijgt die kunstenaar grotere belangen en kan, uh, zijn prijs stijgt. Dus hij heeft helemaal geen zin om nog voor 3,5 ton zo'n ding te maken. Dus op de opening... Zorgt hij ervoor dat Bert Kreuk gepresenteerd wordt met een piepklein doosje. Wat hij dan zogenaamd midden in de kamer moet zetten. En dat is dan ook ruimtevullend. En Bert Kreuk is natuurlijk heel erg teleurgesteld en hij is ook belazerd. Hij begint een rechtszaak. En die kunstenaar die verliest die rechtszaak. En die wordt gedwongen om een ruimtevullend werk te maken. Waarop die kunstenaar voorstelt. om een groot ruimtevullend werk te maken waarop staat. Why don't you shove it up your ass, faggot? De reden waarom Bert Kreuk dat dan niet wil in zijn verzameling is. Dit voorstel is duidelijk niet gedaan met de juiste, oprechte artistieke intentie. Dus kunst die daaruit voorkomt, kan ook geen enkele emotionele meerwaarde geven aan een collectie. Het belangrijkste is dat ik absoluut geen anstootgevende kunstwerken met negatieve uitstraling in mijn collectie of aan mijn muur wens. Zeker niet waar het gaat om ras, religie, geaardheid of geslacht. Ik ben niet van plan dat in mijn verzameling op te nemen. En al helemaal niet op initiatief van Dan Vaux. Nou, Volgens mij is, dat, is, de, is de oprechte artistieke intentie van Dan Vaux om Bert Kreuk te beledigen. Dus daarin is hij volledig oprecht. En inderdaad helemaal zonder opsmuk. Helemaal naak laten zien hoezeer hij Bert Kreuk veracht. Uh, dus daadwerkelijk, de gouden, het gouden laagje is van die. Kunstenaar afgevallen. Dus Bert Kreuk is in staat geweest om de ware aard van de kunstenaar, als het ware, te tonen. Ik begrijp ook wel dat je niet beledigd wil worden. Dus daarom heeft hij er dan geen zin in. Nou, ik zou het wel leuk vinden. Nou, ik zou eigenlijk, maar ik zou sowieso niet van Danvo willen. De, het probleem met Bert Kreuk is dat hij eigenlijk in die goedkope, makkelijke relatie tussen conceptualiteit en materiaal is getrapt. Waardoor je een situatie krijgt dat mensen met lulverhaaltjes aankomen. Zodra je de waarde van een kunstwerk afhankelijk gaat maken van de oprechtheid en integriteit van een kunstenaar. Dus of zijn bedoelingen wel goed zijn met een kunstwerk. En niet langer of het werk goed is. Nou ja, wanneer je dus zegt dat het werk goed is. wanneer de integriteit van een kunstenaar goed is. dan ben je gewoon de lul. Dan krijg je dit soort situaties. Dan krijg je gezeik. Want mensen zijn namelijk helemaal niet eerlijk, mensen zijn helemaal niet integer, mensen zijn oplichters, mensen zijn bedriegelijk, mensen zijn oneerlijk. En daar gaat ook de grote kunst over. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed terug bij Picasso, die was ook gewoon een klootzak, maar die maakt wel heel goed werk. En wat zijn Bert Kreuk wil met conceptuele kunst is eigenlijk alleen maar een soort van garantie. Het staat voor street art. En ik zie ook street art. Oh, dus het klopt. Dus je hebt mij iets eerlijks verkocht. Nou ja, juist. En ik vind het ook nog mooi en decoratief. Het ziet er mooi uit, dus we kunnen het kopen. Het klopt. Zo. Het zijn dus wat garantstellingen, in die kunstwerk voor de betekenis. Dat zie je ook bij dat werk van Mark Bradf Bradford. En uh, daarin zie je volgens mij die inherente relatie tussen um, de kapitalistische moraal en de manier waarop dat als het ware. Um, een bepaald soort objectmatigheid in kunst in de hand werkt. Markt kunst, dus in feite. Dus wat ik niet hypocriet vind... want ik denk dat Bert Kreuk het zelf niet doorheeft... of daar nooit zo over gefilosofeerd vindt... maar wel problematisch, is dat um, Bert Kreuk eigenlijk... zelf in die onzin is gestapt van Dan Vaux en uh, Mark Bradford en al die nonsens. En uh, vervolgens verwacht... Dat dat een goed verhaal is, maar het is gewoon een lulverhaal. Het was altijd al een lulverhaal. En. dat vind ik dan wel weer leuk. Dat het allemaal een lulverhaal is. Hoe dat werkt zo. Hoe het werkt dat Bert Kruk eigenlijk uh, vatbaar is voor die lulverhalen. Ja, maar ook die kunst zelf mag dan heel lullig en letterlijk zijn. Kartonnen doos met een gouden laagje eroverheen, streetarbeid dingetje. En die kunstverzamelaars mogen best wel simpel zijn. Die willen gewoon dat de kunstenaar eerlijk is en ze niet voor de gek houdt en hun afspraken nakomt. Maar daarboven, daarboven komt natuurlijk een hele interessante, nog hogere metaleugen tevoorschijn. Namelijk die van het kapitalisme. Dat het allemaal gaat over bezit, eerlijkheid, contracten, je afspraken nakomen. Dat soort dingen. Alsof dat soort van de basiswaarden zijn van het leven en waarmee kunstenaars en verzamelaars met elkaar om zou moeten gaan. Terwijl het natuurlijk ontzettend banaal is. Want daar gaat het leven helemaal niet over. Het leven gaat helemaal niet over eerlijk zijn en handeltje drijven en dat soort dingen. Het gaat over hele andere dingen. Het gaat over grote gevoelens die misleidend kunnen zijn: liefde, haat, leven, dood, dat soort dingen. En de suggestie dat het allemaal over oprechtheid en eerlijkheid gaat. Ik wil gewoon heel graag de street art, graffiti uit mijn wijk wil ik universeel maken en daarvoor. Verkoop ik dit nu aan u, zodat u het over de hele wereld kunt tonen, een nieuwe collectie. En u helpt mij nu bij het universeel maken van mijn werk. Weet je wel? Nonsens. No, echt nonsens. Het boek vertelt ook het mooie verhaal van zijn oom Theo. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Dus hij heeft een oom, een soort mentor, die hem ook heeft geholpen met, uh, als kind met uh, business en uiteindelijk rijk worden. En die oom die vindt conceptuele kunst maar niks. Want het is allemaal gebakken lucht. Maar met kreuk komt er in één keer achter dat het dus geen gebakken lucht is, maar dat het wel degelijk klopt. Want het gaat om het concept van de kunstenaar en hoe dat zich verhoudt tot uh, die materiaalkeuze, wat we net hebben gezegd. Dus er gaat voor hem als het ware een wereld open, wanneer hij die conceptuele kunst ontdekt: van, dat dat ook waarde kan zijn. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met mensen die hun hele leven bezig zijn om waarde te zoeken, om rijk te worden. Hij vertelt in het boek dat hij in een vliegtuig zit. Ze zijn bluts, een vliegtuigmaatschappij is failliet gegaan en ze zitten in het vliegtuig. En ze zijn op weg naar een of andere hopeloze onderneming om weer opnieuw op te starten. En in één keer hebben ze dat tasje in hun handen, waarin die tandenbossertje zitten in het vliegtuig en zo'n handdoekje. En ze beginnen erover te praten. En in één keer komen ze achter, dit is een miljoenenmarkt. Dit is waarde. We moeten stoppen met die andere business en we moeten deze tasjes gaan fabriceren. En dan begint hij zijn bedrijf. Wat uh, miljoenen op gaat leveren. En dan wordt hij pas echt rijk. Dus dat Eureka-moment van hem, dat hij als het ware het object vindt. waarmee hij waarde kan creëren, nog meer waarde kan creëren. dat is in zijn systeem gegrift. Dat is essentieel voor zijn filosofische constitutie. of voor zijn, voor zijn geloof in de wereld of zo. Dat heeft hem alles gebracht. Dus dan is het ook logisch dat hij uiteindelijk kunst gaat uh, aanbidden die precies hetzelfde doet. Ik vind iets uit de werkelijkheid, een poster, en daar, dat ga ik dan constant herhalen en doen, ga ik verkopen. En daarmee wordt mijn kunst universeel. Zoals Bert Kreuk ook al die zakjes, die heeft uiteindelijk miljoenen van dat soort tasjes verkocht. En daarmee is hij rijk geworden. Dus dat proces lijkt heel erg op elkaar. Die kunst is als het ware kapitalisme gaan mimikken. Kunstenaar vindt iets wat van waarde is en gaat dat reproduceren, herhalen. Dus zit wel degelijk een, ook een emotionele kant aan zijn liefde voor conceptuele kunst. Ja, ik bedoel, je hebt een kunstenaar die doet alles met pannetjes en die herhaalt constant die pannetjes. Uh, je hebt een kunstenaar die, uh, er zijn duizenden voorbeelden vinden van kunstenaars die dingen herhalen. En Bert Kreuk heeft daar respect voor, want hij begrijpt dat, want hij heeft eigenlijk zelf hetzelfde gedaan, weet je wel? En, en hij heeft daar een gevoel bij. Dat is een wereld die, 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 die hij snapt, die, die klopt, die klopt, die klopt die wereld. Maar in, in, in zijn leven als zakenman moet hij toch ook wel heel veel opportunisme en zo tegenkomen. Hoe kan het dan dat hij die kunstenaars daar als het ware, dat hij van hem verwacht dat zij daarvan vrijgesteld zijn? Als Bert Kreuk met de vliegtuigmaatschappij aan het onderhandelen is over die zakjes, dan geven ze hem die opdracht, zodra ze geloven dat Bert Kreuk integer is, Gaat leveren wat hij zegt dat hij gaat deliveren. En oprecht is. Want je, je gaat geen zaken doen met een oplichter. Hetzelfde geldt voor Bert Kreuk. Die koopt werk van een kunstenaar. Wanneer hij denkt dat die kunstenaar. levert wat hij belooft. Uh, dat de betekenis. van het werk overeenkomt. met de pretenties van de kunstenaar. Dat er eigenlijk geen uh, discrepanties zijn. tussen de betekenis en de bedoeling. De kern van goede kunst is nou juist dat die relatie tussen betekenis en bedoeling veel minder simplistisch is als alleen maar vertrouwen. Um, ja, en volgens mij is dat uh, wat kunst kan zijn en bijna niet meer mag zijn, omdat kunst nu dus het onderwerp moet bekritiseren op een oprechte manier. De kunstenaar moet werkelijk verontrust zijn... over het christelijke instituut... en daar kritiek op leveren. Of, of, of werkelijk verontrust zijn over kapitalisme... of, of uh, zoals bij die reclameposters... de manier waarop reclame ons manipuleert... en moet daar vervolgens heel saaie kunstwerken over gaan maken. Die eerlijk zijn in hun materiaalkeuze. Ja, <laughs> ja. Ik... ja. Nou, ik ben niet iemand die zomaar in een goedkope relatie van concept en materiaal trapt. Want de spraypaintings van Lucius Smit kocht ik ook niet, omdat ik het goedkoop trucje vond. Natuurlijk is er veel hypocriet moralistisch gedoe in de kunstwereld. Mijn ervaring met Van Dweaux is daar een heel goed voorbeeld van. Maar dat zegt niets over de conceptuele kunst in het algemeen. De beoordeling begint gewoon telkens weer bij het concept. Wat wil een kunstenaar overbrengen in zijn kunst? Jullie hebben het over thema's zoals liefde en haat. En die zijn uiteraard heel belangrijk, zeker ook in de kunst. Maar die staan los van uh, moreel handelen en je afspraken nakomen. En de zaak Den Voden rijden om de simpele vraag of iemand zijn afspraken moest nakomen. En ik vind van wel. Ik wil inderdaad een werk wat ik uh, mooi vind. Hè? En waarvan ik begrijp met welke intentie het is gemaakt. Maar garanties. Ik zoek geen garanties in kunstwerk. En garanties zijn zinloos. De enige garantie is, uh, is de dood. En alles wat erna komt is of wat er voorkomt is vergankelijk. De kunstelite heeft zich al lobbyend een positie in het plus verworven en vanuit die zweefzetel kijken ze neer op het klootjesvolk, want dat zijn verzamelaars en kunstenaars vaak voor ze. En als je dan niet doet uh, wat ze vinden dat je moet doen, dan noemen ze je een artflipper. Ik ben absoluut niet mijn hele leven bezig om rijk te worden of, of waarde te zoeken. Daar bereik je niets mee. Waarde uh, kan wel het gevolg zijn van passie en ergens verdomd goed in zijn. Kijk, Steven, ik bedoel het absoluut niet persoonlijk naar jou hoor. Uh, maar te veel mensen, laat ik het in algemene zin zeggen: hè, te veel mensen lullen uh, maar iets uh, zonder dat ze kennis hebben van de context of feiten. Uh, ze lullen uit vooringenomenheid en omdat ze er misschien zelf relevant van willen worden. Dat, dat maakt voor mij die meningen die ze dan hebben irrelevant en onbelangrijk. Dus ik, ik trek me daar ook niet zo gek veel van aan.